Er moet in Brabant een provinciebestuur komen van VVD, CDA en SP. Dat vindt Hans Wiegel, die ingehuurd is om een coalitie in elkaar te timmeren. Dat betekent dat de PvdA, die al tientallen jaren in het provinciale college zit, nu langs de kant staat. Ook de PVV, die met 8 zetels nieuw is, vist achter het net. In het provinciehuis, daar is Arjo Kraak. Ja, Arjo, waarom gaat Wiegel nou die coalitie VVD-CDA-SP proberen te formeren? Hij heeft dit weekend met alle fractievoorzitters, alle 9 fractievoorzitters gesproken en er kwamen een aantal dingen uit. Iedereen vindt dat de VVD als grootste partij in het college thuis hoort. Dat is punt 1. Punt 2, heel veel mensen vinden ook dat het CDA, niet meer de grootste, maar nog steeds 10 zetels en dus de tweede partij, ook in dat college thuis hoort. Heel veel fractievoorzitters vinden ook dat er een andere coalitie moet komen. We zitten in Brabant al bijna 40 jaar met CDA, VVD, Partij van de Arbeid. Dus eigenlijk viel de Partij van de Arbeid af en ging de heer Wiegel op zoek naar een andere, grotere partij. Nou, de PVV, die viel eigenlijk een beetje af, omdat heel veel fractievoorzitters zeggen, die hebben nog zo weinig bestuurservaring. Luister naar informateur Hans Wiegel. En de andere grote partij is de SP, die, nou, dat weten de Brabanders nog beter dan ik, natuurlijk een grote bestuurlijke ervaring heeft. In verschillende gemeenten wethouders heeft geleverd. Brabant heel goed kennen, hier in Brabant is opgericht. Dus mijn gedachte was, ja, de SP moet gewoon een keer echt een kans krijgen. Maar kan dat dan ook? Een coalitie waar zowel de VVD als de SP in zitten. Toch politieke partijen met hele andere wereldbeelden. Ja, maar het gaat niet om de wereld, het gaat om Brabant. Maar de conclusie van vandaag is dat een grote winnaar, de PVV, die met 8 zetels nieuw in de Staten komt, dat die niet mee gaat regeren in Brabant. Op dit moment niet. Hè. Dus als de anderen zeggen, laat eerst dat college met de SP worden onderzocht. Nou, als dat lukt, weet je nooit, hè. Dan zit er zo'n college. Als het niet lukt, is de deur, wat mij betreft, naar de PVV open. Hebben CDA en VVD samenwerking met de PVV uitgesloten eigenlijk? Dat hebben ze niet uitgesloten. Dus dat is ook een reële deur. Ja, Arie, hebben de fractievoorzitters eigenlijk al gereageerd? Nou, het idee van Wiegel is gebaseerd op de adviezen van de fractievoorzitters. Dus je mag aannemen dat er toch enige politieke steun is voor dit idee van een VVD-CDA-SP-kabinet in Brabant. Ik heb wel al gesproken met fractievoorzitter Nico Heijmans van de Socialistische Partij. Die wil het best onderzoeken, die heeft er ook wel zin in. Moest wel even denken aan 4 jaar geleden. Toen is de optie VVD-SP ook op tafel gekomen en toen is het mislukt. Hoe dan ook, alle fractievoorzitters gaan nu ruggespraak houden met hun fractie. En ze gaan voor woensdag aan Wiegel laten weten of die op de goede weg is.